In deze video wordt het hoe en waarom van het krachtspoelen van een cv-installatie uitgelegd. Dus waarom krachtspoelen? Best practice en wetgeving geven het belang van water aan om de installatie doeltreffend te houden en defecten in ketels te voorkomen. Alle nieuwe installaties moeten voor het gebruik worden gereinigd om hars en installatievuil te verwijderen. En bestaande installaties moeten worden gereinigd om opgehoopte zinksel en kalkaanslag te verwijderen. Onafhankelijke proeven hebben aangetoond dat installaties die met Vernox Cleaner F3 en Protector F1 worden gereinigd, doorgespoeld en behandeld, een gasbesparing van tot 15% kunnen geven, elke keer dat een kamer wordt verwarmd. De efficiëntie van cv-installaties is dankzij voortdurende vooruitgangen in de technologie toegenomen. Het streven om de ketels steeds kleiner te maken heeft er echter toe geleid dat de steeds kleinere waterleidingen gevoeliger zijn voor roest- en kalkaanslag. Koude plekken in de radiateurs, lawaaierige ketels en de noodzaak om de radiateurs regelmatig te ontluchten zijn vaak symptomen van onbehandelde vuile installaties. Met de Vernox Powerflow machine is het reinigen van installaties een fluitje van een cent en deze kan tevens dienen als ontkalkingspomp voor warmtewisselaars. De Powerflow is gemaakt van zeer hoogwaardig polypropyleen met een volledige grote tank van 50 liter. Dit lichtgewicht toestel draagt het CE-merk en werkt op een pomp van 1100 watt of 1,5 pk voor een hoge doorstroming bij een veilige druk. Het toestel is corrosiebestendig. Er is ook een 110 volt versie van de machine verkrijgbaar. Door de doorstroming van tot 99 liter per minuut wordt al het vuil grondig losgemaakt en worden zelfs installaties met zeer kleine of zelfs microleidingen doeltreffend doorgespoeld. Hoe hoger de doorstroming en hoe hoger de snelheid, hoe sneller het bezinksel wordt verwijderd. Met de proportionele stortcapaciteit over de hele binnendiameter van tot 60 liter per minuut kan het water in een typische installatie van 10 tot 100 liter in minder dan 2 minuten worden ververst. Dit verkort de tijd bij de klant enorm. De Powerflow heeft een nominale bedrijfstemperatuur van 85 graden Celsius, zodat bij gebruik van een Vernox reinigingsvloeistof zelfs aangebakken roest en kalkaanslag sneller kan worden verwijderd dan met enig andere machine. De omkeerbare stroming voorkomt dat de vuil tegen kleppen slaat en het versnelt de reiniging. Met de ingebouwde dubbele terugslagklep op de leidingwaterinlaat is verbinding met de waterleiding gemakkelijker en wordt gegarandeerd dat de verbinding in overeenstemming is met de watervoorschriften door het risico van terugstroming weg te nemen. Ten slotte wordt Vernox Powerflow met alle leidingen gemonteerd en gebruikslaar geleverd, plus een garantie van 2 jaar terug naar de fabriek. Om het spoelproces nog te versnellen, wordt het gebruik van een Vernox Powerfluxing filter aanbevolen. Afhankelijk van de hoeveelheid roest- en kalkaanslag zullen neutrale universele reinigingsmiddelen zoals Vernox Cleaner F3 en Cleaner F5 los bezinksel en kalkaanslag verwijderen zonder af te doen aan de degelijkheid van de installatie. Deze producten zijn geschikt voor het reinigen van zowel nieuwe installaties bij inbedrijfstelling als bestaande systemen. Voor optimale resultaten moeten een week voorafgaand aan de doorspoeling reinigingsmiddelen toegevoegd worden aan de installatie. Bij zeer vervuilde installaties dient een krachtige reinigingsvloeistof zoals Vernox Powerflushing Cleaner F5 te worden gebruikt en voor installaties met veel kalkaanslag DS40 Cleaner. Wat betreft het feitelijke doorspoelproces moet de installatie eerst goed worden opgesteld voor het gebruik van het Powerflow toestel. Zet alle elektrische bedieningen uit en isoleer het systeem elektrisch. Zorg ervoor dat alle inlaat- en uitlaatkleppen op de radiateurs helemaal openstaan. Denk eraan om de positie te noteren. Stel vast dat alle thermostaatkleppen op maximum staan of zijn verwijderd. En dat alle zonnekleppen en driepoortkleppen in de openstand zijn vergrendeld. Anti-zwaartekrachtkleppen moeten overbrugd, omlopen of tijdelijk verwijderd zijn. Thermische opslagcilinders moeten tevens zijn uitgeschakeld. Vloer-, zonne- en CHP-installaties kunnen ook worden doorgespoeld met de Powerflow. Besluit nu wat de beste positie is om de Vernox Powerflow aan te sluiten op de installatie. Dit hangt af van de installatie en de beschikbaarheid van geschikte aansluitpunten.
Gebruik een reststroombreker om de pomp aan te sluiten op het lichtnet. De powerflow moet binnen bereik zijn van een geschikte afvoer en ook bij een waterleiding. Houd er bij de positie rekening mee dat de aftap, de toevoer en afvoerslangen elk 8 meter lang zijn. De aftap en afvoerslangen moeten zodanig lopen dat er over de hele lengte een verval is. Er kan op de volgende manieren op de installatie worden aangesloten. Ten eerste kan de pomp van de installatie worden verwijderd en kunnen de vrijgekomen aansluitingen met de meegeleverde koppelingen worden gebruikt. Ten tweede kunnen de toevoer- en afvoerleidingen van de ketel worden gebruikt, vooral handig bij het vervangen van de boiler. Bevestig waar nodig tijdelijke aardleidingen. Ten derde kunnen de inlaat en uitlaat van een radiateur worden gebruikt. Deze optie dient uitsluitend te worden gebruikt als er geen alternatief verbindingspunt voorhanden is. De snelste alternatieven zijn om de Fernox Powerflow Pump Head Adapter te gebruiken voor een directe aansluiting op de pomp of via een TF1 filter met behulp van een speciaal ontworpen TF1 flushing adapter. Sluit de waterleiding, overstroom en stortleidingen aan en zorg ervoor dat alle afsluitkleppen dicht staan. Om de doeltreffendheid van de powerflush te verhogen, kan een Fernox powerflushing filter worden gebruikt om vuil te verwijderen zonder dat het krachtspoelproces wordt onderbroken. Het powerflushing filter geeft tevens een visuele demonstratie van de verwijdering van vuil om de voordelen van het krachtspoelen aan uw klant te laten zien. Ook bespaart het Fernox powerflushing filter water bij de krachtspoelprocedure, waardoor het nog milieuvriendelijker is. Sluit het powerflushing filter aan op de inlaatklep met behulp van de vrouwelijke Camlock koppelingen. Sluit de slang aan op het andere eind van het powerflushing filter met behulp van de mannelijke Camlock koppelingen. Het systeem is nu opgesteld. Krachtspoelen met een dynamische balans is de ideale manier om bezinksel te verwijderen en het handhaaft een maximale doorstroming van een bepaald deel van de installatie of een enkele radiateur, terwijl water wordt afgevoerd en tegelijkertijd wordt vervangen. Dit is de meest doeltreffende methode om vuil te verwijderen na reiniging, aangezien er een hoge circulatiesnelheid wordt gehandhaafd om te voorkomen dat het bezinksel neerslaat. Het is vooral doeltreffend bij druppelradiateurs en installaties met superkleine doorgangen. Dus hoe werkt het proces? Laat de Powerflow Unit eerst een keer doorspoelen om het water in de installatie te verwijderen. Vul met vers water bij en start het dynamische balanspoelproces. Sluit alle behalve één van de radiateurs in de installatie af. Met de installatie gevuld en de Powerflow Unit in bedrijf, moeten elke 1 of 2 minuten de stroomrichting worden omgekeerd. Open zowel de stortklep als de inlaatklep van de waterleiding een beetje. De stortklep moet naar de afvoer lopen. Draai de stortklep geleidelijk aan verder open om te compenseren voor de toenemende stroom van de waterinlaat. Streef naar de maximale stortsnelheid die bereikbaar is met de beschikbare waterleiding. Blijf de hele tijd doorgaan met circuleren met behulp van de powerflow. De inlaat- en stortkleppen moeten soms opnieuw worden gebalanceerd als de stroom wordt omgedraaid, omdat de weerstand in de installatie kan veranderen met de stroomrichting. Bij alle systemen moeten de radiateurs boven eerst worden gescheiden en gereinigd worden, omdat de radiateurs beneden over het algemeen meer bezinksel en kalkaanslag bevatten. Controleer de afvoer met behulp van de Fernox TDS-meter en blijf doorspoelen totdat het water schoon is en de meter tussen plus en minus 10% van het leidingwater aangeeft. Als het verschil meer dan 10% is, betekent dit dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid vaste deeltjes in de installatie is achtergebleven. Pas wanneer de afvoer schoon is, moet de gescheiden radiateur worden uitgezet en moet het proces worden herhaald voor alle radiateurs. Controleer telkens met de TDS-meter om vast te stellen dat het water helemaal schoon is. Nadat de Powerflow Unit is losgekoppeld en de installatie weer in werking is gesteld, dient tenslotte met de Fernox Protector F1 of Antifreeze Protector Alfie 11 worden gedoseerd om voor een langdurige bescherming tegen roest- en kalkaanslag te zorgen dat de efficiëntie van de installatie wordt behouden. Met behulp van de Fernox Protector F1 Express kan het systeem tevens worden gedoseerd via een radiateur of via de vulleiding of een Fernox TF1 filter worden ingebracht.
Voor voortdurende onderhouds- en servicebeurten is de Express productenreeks ideaal. Dosering duurt slechts 30 seconden zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt. De concentratie van de protector dient te worden gecontroleerd met de Fenox Protector Test Kit. Zorg ervoor dat het watermonster pas wordt genomen nadat het beschermend middel helemaal is gecirculeerd. Vermijd het nemen van monsters op plaatsen met statisch water in loodlopend leidingwerk. Zet de bedieningen in de beginstand en draai een test op de installatie. Het systeem is nu grondig schoongemaakt en doorgespoeld in overeenstemming met alle best practice wetten en u kunt er zeker van zijn dat u deskundig werk heeft geleverd. Aanbevolen wordt om de concentraties van de protector jaarlijks te controleren om te verzekeren dat het rendement van de installatie optimaal blijft. Hiermee is de gids van Fenox over krachtspoelen tot een einde gekomen. De Fenox Powerflow is ontworpen om vele jaren zonder problemen te kunnen worden gebruikt. Mocht u vragen hebben over het gebruik van de Fenox Powerflow of over onderwerpen in deze video worden behandeld, ga dan naar fenox.com.